jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Gamers at Gear. Het programma waar we elke dinsdag de laatste tech, gadgets en gear bespreken. Hier op gamersnet.nl. Superleuk dat je kijkt. Bedankt dat je het ook in deze komkommertijd volhoudt met ons. Ja. Want er gebeurt gewoon helemaal niks. Maar dat maakt niet uit, want dan zoeken we wel werk. Tom zit naast me. Hoi Tom. Hoi Peter. Hi. En ja, we hebben lange tijd geen Logitech-producten behandeld. Nee. Het was weer even stil. Ja, maar de G513 Carbon is hier. En dat is wederom een keyboard. Want bijna alles wat we doen is keyboard. Ja, we hadden bijna een streak van volgens mij van 5 toetsenborden achter elkaar. Maar goed, Logitech voegt zich ook bij die hele rangorde. Met inderdaad de G513 Carbon. En dat is dus weer een nieuw mechanisch toetsenbord. Niet het zeg maar allergrootste, mooiste paradepaardje wat ze hebben. Maar wel een erg high-end product. In ieder geval als het aankomt op de prijs. Want de richtprijs is dus wel een goede €180. Dat is wel iets meer dan bijvoorbeeld laatst die Cooler Master Unit die zo lekker budget instak. Ja, maar dat was ook echt op de budget ingestoken. Ja. En dit niet. Dus... Nou, is het moeilijk om Cooler Master te verslaan? Want dat budgetmodel had ook wel heel veel. Die heeft eigenlijk een soort nieuwe standaard gezet van wat er allemaal kan. Maar wat is er hier high-end aan dan? Wat er hier high-end aan is, is dat Logitech nu ook, net als heel veel andere partijen, zijn eigen switch aan het maken is. En dat is dan de Roamer G mechanische schakelaar. Die ze natuurlijk weer in verschillende varianten hebben en die ze al in meerdere toetsenborden geïmplementeerd hebben. Maar dat is dus eigenlijk hun eigen soort van variatie op de Cherry MX. Daar betaal je dan ook iets meer voor, krijg je net iets ander gevoel. Maar ze proberen alsnog wel allemaal zeg maar, die iconische Cherry gevoelens en klikjes na te bootsen. Ja, maar. Daar betaal je voor. Ja, nee, maar oké, ik vind de Switch-discussie even... Een beetje lastig. Je bent iedereen, klaar met de switches. Nou ja, iedereen maakt nu zijn eigen switch, maar wat is eigenlijk het verschil dan? Is dit, welke kleur kunnen we het mee vergelijken? Nou, wat we hier hebben is dus de tactile versie, dus die lijkt een beetje op de Cherry MX Brown. Maar het is sowieso een hele andere soort van switch, want net als bijvoorbeeld wat ze ongeveer bij Razer hadden en wat je heel vaak ziet bij Memcanical switches, zit dit een beetje in een soort van doosje. En dat wil dus ook zeggen dat, nou ja, goed, het tastgevoel is naar mijn idee heel erg fraai. Het is heel erg stevig. In dit geval voelt het heel erg als de Cherry MX Brown, zei het dan iets moesier of zo. Maar wat heel interessant is aan deze switch is bijvoorbeeld dat de LED-verlichting die erin zit heel erg condensed is. Die houden ze heel erg binnen. Dus die is heel fel in de toets, maar die heeft geen bloedeffect eromheen. Zeg maar. Het bloedt niet door zeg maar, op de basisplaat, zeg maar, de onderplaat. Dat is mooi, maar dat betekent ook dat je het heel erg mooi secuur kan instellen. Ja, je kunt heel mooi zeggen, ik wil die toets en precies zeg maar, het icoontje verlicht en de rest niet. Maar goed, het is ook wel weer dat sommige mensen zouden zeggen van ja, ik zie minder van de LED-verlichting, dus dat vind ik minder interessant. Ik wil juist dat zoveel mogelijk van die LED-verlichting, dus ik wil dat het hele toetsenbord zichzelf ook zeg maar, verlicht. En hier zit het echt zeg maar, gevangen in die keycaps. Geeft een soort van, ja, ik weet niet, ik heb toch een beetje het idee dat het heel erg zakelijk design geeft, ook al heeft het alle kleuren van de regenboog. Ja, niet absoluut. Zo heel uitbundig, heel ingetogen. Maar het is ook best wel een zakelijk keyboard als ik het zo zie. Ja. Maar er zitten niet extra toetsen aan, het is gewoon wat je verwacht is wat je krijgt. Mooi stijlvol Logitech logo. Ja, natuurlijk ook een polsteun erbij, dat moest ook wel voor die prijs. Nou, die polsteun is gewoon prima, die is stevig, die kun je nog even een beetje losplaatsen. Ja, maar ik gebruik geen polsteun meer zonder LED-verlichting. Nee, ja, dat is dan wel weer jammer. Ja. Nee, maar goed, hij heeft inderdaad een heleboel kleine soort van extraatjes heeft hij weggeschrapt. Dus geen dedicated media toetsen, geen macro toetsen. En dat wil dan toch zeggen dat je voor €180 misschien wel zoiets hebt van ja, maar als ik ergens anders €180 betaal, krijg ik wel meer dingen. Ja, dat is waar. Hij heeft wel USB doorlust. Ja, hij heeft wel USB pass-through. Niks voor je headset, maar dan inderdaad wel één USB die hij door kan snoeren. Okay. En sowieso, er zijn een aantal dingen die hij wegsnijdt en een aantal dingen die hij wel doet. Bijvoorbeeld, hij heeft ook met deze nieuwe switches geen N-key rollover. Dus je kunt niet, zoals bij heel veel Cherry toetsenborden, alle toetsen indrukken en ze worden nog allemaal geregistreerd. Deze topt zeg maar af op 28 toetsen. Dus dat is dan ook wel weer dat je denkt van, oh, dat is ook weer net iets minder dan de Cherry MX. Ja, oké, maar waarvoor gebruik je dat in godsnaam? Dat is echt een spekdingetje. Dat is gewoon zo'n detail dat je denkt van ja, ik wil inderdaad alle toetsen in kunnen drukken. Er is geen situatie waarin ik dat ooit moet doen, maar gewoon het idee is. De enige plek waar ze hier druk op maken is tweakers. Ik zou me daar geen seconde Ja, maar ik denk wel dat heel veel consumenten zich daarmee identificeren. Ze zeggen van ja, ik wil toch de hoogste cijfertjes. Ook al ga ik ze niet gebruiken, ook al merk ik er niks van. Ik wil toch de hoogste cijfertjes. Okay, in ieder geval voor deze prijs. Oké, voor deze prijs een basic toetsenbord met polssteun. Maar dan moeten de keys ook wel heel goed voelen, lijkt me. Ik vind hem heel fijn typen. Ik ben sowieso al fan van de Cherry MX Browns, dus ik ben daarin een beetje bevooroordeeld. Maar ik vind dat dit een heel erg fijn typgevoel geeft. Het is gewoon heel erg stug. Je voelt wel dat er iets anders is. Hij is iets moesier of zo, maar het is moeilijk uit te leggen wat het precies anders is. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je dit prefereert boven een Cherry Switch. Dus dat is wel iets dat je, als je aan het oriënteren bent van ik wil een nieuw mechanisch toetsenbord, probeer op zijn minst even de Roamer G toetsen een keer te voelen. Dat je weet van, oh, dit is iets waar ik wel of niet voor wil gaan, want het is toch wel een beetje anders. Ja, ik heb toetsjes in mijn hand. Die vind ik fijn. Ja. Want hier zit een reliefje in.
Wat heel fijn is tijdens het gamen volgens mij. Ja, je hebt, krijgt 12 extra keycaps erbij. Die een ander, want dat zit niet hier, hè? Nee. Dit zijn allemaal platte toetsen. Of in ieder geval een beetje de curve die erin zit. En hier zit inderdaad echt een soort van inlay waarin je vinger net iets steviger echt heel zit. Fijn. Ja, dus netjes dat ze die erbij geven. Ook het armpje erbij. Dat is dan wel weer een extraatje wat je krijgt. Maar sowieso, kijk, het is wel een beetje een ingetogen toetsenbord. Maar hij heeft wel een heleboel toch luxe dingen. Want dit erbij vind ik dan best wel een soort van extra luxe. Ja. En bijvoorbeeld ook die onderplaat die je ziet. Die is dus van aluminium magnesium. Daarom heet hij waarschijnlijk ook carbon. Het is letterlijk geen koolstofvezel. Maar het heeft wel een beetje dat gevoel of zo. Het oogt wel heel erg stevig en het voelt ook goed. Dus wat dat betreft, er zitten wel een aantal dingetjes in dat zie je wel tegemoet komen. Maar tegelijkertijd moet je ook wel eens zien van, oh, er zitten een aantal dingen dus ook weer niet in. Geen mediatoetsen. Ik kan me voorstellen dat je dat voor €180 denkt van, geen macro-toetsen, geen mediatoetsen. Dat is wel karig. Laatste vraag. Hoe is de software? Want we hebben nog niet zo heel veel Logitech-producten gehad. Dus we hebben het eigenlijk nog niet zo uitgebreid gehad over de software. Nee, sowieso, er is ook weer nieuwe software. Dit is ook weer een goede update is er inmiddels geweest. Nee, maar de Logitech G-software, de gaming software, de LGS. Het is nog steeds heel erg prima software. Ik wil nog altijd zeggen, als je echt de meest bizarre lichtshows wil maken, dan zit je nog steeds wel het best bij Razer. Maar dit doet gewoon alles. Dit heeft ook heel veel lichtinstellingen. Zei je het al net iets minder, maar ook gewoon de macro's zitten erin. En het is gewoon hele prettige software die ook niet al te obnoxious is. Het is niet zo van die software die continu zichzelf, weet je wel, naar de voorgrond duwt of zo. Dus wat dat betreft heeft Logitech het gewoon goed voor elkaar. Oké, de Logitech G513 Carbon. Een degelijk toetsenbord, zakelijk toetsenbord, hoge prijs. Maar doet wel wat het doet goed, met eigen keys die Tom heel prettig vindt. Ja. Wil je echt alles weten over dit keyboard? Check voor gamersnet.nl voor de geschreven review. Ja? Ja, en daar heb ik verder niks op toe te voegen. En als je echt alles wil weten over de laatste tech gadgets in gear, maar ook over al het game nieuws, want het is natuurlijk eigenlijk een gamesite, ga naar gamersnet.nl voor je dagelijkse Porsche game nieuws, zelfs tijdens deze bloedhete komkommertijd, want er gebeurt toch nog wel iets. Want ik zag laatst weer iets over een Kickstarter. Nou, het was ambitieus. Man. Oh, dat moet je lezen. Dat moet je lezen. Ze gaan het nooit redden hoor, want het is een ambitieuze flutgame. Maar je leest het eerst op gamersnet.nl. Dat is die ene met die historisch accurate, een soort Kingdom Come Deliverance, ja. Maar dan Midden-Oosten. We kijken naar The Witcher, maar we gaan het met 10 man doen. Precies. Ja. Wij gaan ook een AAA-game doen met 20 man. Ja. Hilarisch. En we hebben een ton nodig. Maken we het gewoon. Witcher. Goed nieuws. Teleurstelling, u hoort het als eerst op gamersnet.nl.